het ziet er al goed uit. Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ga vandaag iets super tofs aan jullie laten zien. Het is bijna magie. Ik ga namelijk laten zien hoe je een kaars kunt versieren met daarop je eigen tekening. Ik heb er hier al twee gemaakt. Ik dacht het is super leuk om dat te doen voor Moederdag. Ik zou er in ieder geval heel erg blij van worden. En ik heb hier daarom opgeschreven voor de liefste mama. En allemaal mooie tekeningetjes. Nou, ziet er onwijs leuk uit natuurlijk. En ik ga jullie laten zien hoe je die zelf maken kunt. Allereerst heb je een witte stopkaars nodig. Nou, die heb ik hier al staan. En we gaan een papiertje op maat knippen wat precies om de kaars past. Ik heb het alvast gedaan. Ik zal het even laten zien. Zo. Deze past er precies omheen, zoals je kunt zien. Nou, en op dit papiertje gaan we een hele mooie tekening maken. Zo, mijn tekening is af. Ik heb er een beetje een arty geheel van gemaakt met wat strepen en stippels en dat soort dingen. Ik dacht dat is weer eens wat anders dan de bloemetjes die ik al gemaakt had. Maar je kunt natuurlijk helemaal zelf weten wat je tekent. Je kunt dus bloemen, je kunt vlinders. Of misschien houdt je moeder wel van chocola en teken je lekker chocolaatjes. En als je het zo leuk zou vinden, dan zou je zelfs je eigen foto kunnen doen. Die print je dan uit op gewoon papier en die kun je dan ook op de kaars maken. Nou, hoe je dat doet, dat ga ik nu laten zien. Ik heb een tekening dus, die span ik even om de kaars heen. Die rol ik er zo omheen. Beetje netjes. Zo. Nou, en als die eromheen zit, dan doe je daar omheen een bakpapiertje. We gaan namelijk het kaarsvet zo smelten. En je wilt niet dat dat aan je handen komt, maar je wilt ook niet dat het alle kanten op gaat lopen. Dus dat gaat dat bakpapiertje straks voorkomen. Dus daar rol ik mijn kaars lekker in. Zo. Nou, en zoals ik al zei, ik ga dat kaarsvet, dat ga ik nu laten smelten. En dat gaat ervoor zorgen dat, dat het in mijn tekening als het ware dringt. En die tekening plakt daarmee vast aan de kaars en wordt één geheel met de kaars. Nou, voor het smelten van kaarsvet heb je warmte nodig. Ik heb mijn föhn heb ik al in stopcontact gedaan. En daarmee ga ik even een beginnetje maken. Nou, ik zei niet voor niets, ik ga er even een beginnetje mee maken. Ik ga het namelijk niet afmaken met mijn föhn. Als jij een beetje een krachtige föhn hebt, dan kun jij dat wel doen. Maar mijn föhn, die is eigenlijk niet sterk genoeg. Ik gebruik hem ook bijna nooit. Het is een beetje een oudje. Dus deze redt het niet. Maar ik weet dat het met een beetje sterke föhn wel lukt. Dus deze leg ik opzij. Ik wilde alleen even aan je laten zien dat je het op die manier kunt doen. Ik ga het klusje afmaken met mijn strijkijzer. Daar moet je wel even net iets voorzichtiger mee zijn, natuurlijk, want die wordt heet. Maar daarmee kun je ook op een hele snelle manier jouw tekening aan die kaars krijgen. En dat smelt natuurlijk ook als kaarsvet. Nou, dat strijkijzer dat ga je er voorzichtig zo en vooral niet te lang op één plek laten, overheen bewegen. En als het goed is, maar dan moet natuurlijk nog een beetje warm worden. Oh ja, hier gaat het al. Ik weet niet zo goed of ik het je goed kan laten zien op de camera. Maar je ziet dat hier het papier al wat donkerder kleurt. En dat betekent dat daar het kaarsvet gesmolten is en er al doorheen is gekomen. Dus dit stukje is klaar. Nou, dan ga je zo verder door. Net zolang dat je hele tekening doordrenkt is met kaarsvet. Zet je strijkijzer trouwens vooral niet op de heetste stand. Dan gaat het echt veel te hard. Ik heb hem halverwege staan. Nou, volgens mij is mijn kaars weer helemaal klaar. Ik ga hem even voorzichtig uitpakken. Oh, dat ziet er al goed uit. Ja. Jawel hoor. Ja, mijn tekening staat er helemaal op. Kijk, het kaarsvet is overal is het doorheen gegaan, waardoor mijn papiertje nu ook helemaal uit wax bestaat en je de kaars gewoon kunt branden. Nou, dit is toch een super, super tof moederdag cadeautje. Ik vind hem in ieder geval heel erg leuk. Ik hoop jij ook.
Zo ja, geef deze video dan nog even een duim omhoog. En mocht je nou op zoek zijn naar meer Moederdag knutselinspiratie, check dan ook nog even het linkje daar. Want dan vind je nog meer ideeën. En abonneer je vooral op ons YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dat kan via die knop. Dan mis je namelijk geen enkele video meer van ons. En dan zie ik je hopelijk de volgende keer weer. Hoi!